Meerdere Gelderlanders zitten in financiële problemen door uitkeringsinstantie UWV. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland en het meldpunt van de SP. En toen kreeg mijn vader bericht dat hij 10.000 euro terug moest betalen. Goedenavond. Raadsleden in Montferland zijn onder de loep genomen, want er zou geheime informatie gelekt zijn. Maar daar is niets van gebleken. Ik ben sowieso teleurgesteld in de gemeente. Maar eerlijk gezegd weet ik niet precies wat hier nou de bedoeling van is. De boer-burgerbeweging was niet meteen enthousiast over dit Gelderse voedselbos. Dode boompjes, heel veel onkruid. Diep in de schulden komen te zitten door toedoen van het UWV, die onterecht duizenden euro's terugvordert. Het gebeurt en het is al meerdere Gelderlanders overkomen. Het programma In het Vizier van de Jager sprak met enkele gedupeerden, onder wie het echtpaar van het Ende. Dochter Willeke die vertelt over de problemen en de nasleep. En toen kreeg mijn vader bericht dat hij 10.000 euro terug moest betalen. Nou, en waar moet je dat van doen als je laag inkomen hebt? Willekes vader is medisch afgekeurd en kreeg daarom een uitkering van het UWV. Toch werkte hij nog een paar uurtjes in de week omdat hij niet stil wilde blijven zitten. Die extra inkomst heeft hij keurig doorgegeven aan het UWV, maar door een fout bij die instantie was dat niet goed doorberekend in de uitkering. Dat voelt ook heel naar, want hij wil graag wat voor de maatschappij nog weer wat terugdoen en wil niet graag bij de pakken neer gaan zitten. Maar ja, helaas. En Willekes ouders zijn niet de enigen die in de problemen komen door het UWV. In het Vizier van de Jager sprak met meerdere mensen die in een soortgelijke situatie zitten en nam daarover ook contact op met het UWV. Inmiddels heeft dat in elk geval bij Willekes ouders tot een oplossing geleid. Dankzij jullie is er 10.000 euro ingetrokken en ja, hoeven ze dat niet te betalen. Het UWV heeft tegenover Omroep Gelderland toegegeven een fout te hebben gemaakt. Die 10.000 euro is dus nu kwijtgescholden, maar de problemen zijn helaas nog niet voorbij. De belasting, de gemeente komen toch nog weer met rekeningen. En dat is gevolg zeg maar, van het fout van het UWV. Bij elkaar opgeteld zitten we toch wel boven de 3.000 euro. Ja, het UWV is zich bewust van de impact van de problemen en erkent dat er meer aandacht moet zijn voor de menselijke maat. De instantie wil met de SP in gesprek over de resultaten van het meldpunt. Straks na deze uitzending in het Vizier van de Jager meer over deze kwestie. De gemeente Montferland heeft onderzoek laten doen naar het lekken van geheime informatie. En daarvoor zijn gesprekken gevoerd met raadsleden en is ook een journalist van Omroep Gelderland benaderd. De onderzoekers die hebben niets gevonden wat erop wijst, maar de inhoud van het rapport blijft geheim. Ik ben sowieso teleurgesteld in de gemeente. Wij waren daar in mijn beste Nederlands flabbergasted over. Raadsleden zijn verbolgen over het onderzoek. Dat is ingesteld nadat de burgemeester van Montferland signalen krijgt dat geheime informatie vanuit de gemeente is gelekt naar een journalist. Hij vroeg erop een particulier recherchebureau een onderzoek in te stellen. De burgemeester zelf zit ziek thuis, maar volgens zijn vervanger moest er een onderzoek komen. Omdat er vermoedens waren van schending van de geheimhouding, die kenbaar zijn gemaakt bij de burgemeester. En dan volgens het integriteitsprotocol moeten we dan een onderzoek instellen. In het onderzoek is Omroep Gelderland ook benaderd voor informatie. Maar wij delen informatie over onze bronnen nooit. Nu het onderzoek is afgerond, is het wel opvallend dat de gemeente niets zegt over het onderzoek zelf. Wie zijn er onderzocht? Kan ik helaas geen antwoord op geven. Dat is echt inhoudelijke informatie die te maken heeft met het onderzoek. En we hebben met de fractievoorzitters afgesproken dat het onderzoek aan zich ook onder geheimhouding valt. Maar het onderzoek heeft wel wat gedaan met de onderlinge verhoudingen. Ik betreur het dat de burgemeester schijnbaar onvoldoende vertrouwen heeft in zijn raadsleden die gewoon integer hun werk doen. Je hoort het wel eens in andere gemeenten en je hoopt altijd dat het jou niet overkomt. Maar als dat de manier is om mij gelijk te halen, dan mogen ze mij nog twee keer onderzoeken. En ze zullen wat mij betreft, bij mij niets vinden wat onoorbaar is. Tweede Kamerlid Caroline van der Plas vond het maar niks, het Groesbeekse voedselbos Ketelbroek. Ze nam niet bepaald een blad voor de mond, zoals op Twitter te merken was. Maar inmiddels is de partijleider van de boerburgerbeweging aardig bijgedraaid. Hier moet voedsel op verbouwd worden. Maar eerlijk gezegd weet ik niet precies wat hier nou de bedoeling van is. Voedselbos Schijndel. Hoeveel mensen kunnen hiervan eten?
Nou, de kritiek die ik had op het voedselbos, dat was dat er gewoon helemaal geen voedsel zichtbaar was. Dode boompjes, heel veel onkruid. Dus er was helemaal niks. Ik denk, dit was vruchtbare bodem, daar werden gewassen op geteeld. En is dit nou de toekomst van de voedselproductie? Nou, dat vond ik raar. Het filmpje zoals verspreid is gewoon een foutief beeld van voedselbossen. Het is eenzijdig, getoonzet. Dus ze moet gewoon bijleren. Nou, welkom. En die taak neemt Wouter graag op zich. Gewapend met zijn brede kennis en echte voedselboslekkernijen, probeert hij Caroline ervan te overtuigen dat voedselbossen wel degelijk nuttig zijn. En met succes. Ik merkte dat Wouter in het begin wat gespannen was. Die dacht van ja, dan komt die Keno hier kijken. En die snapt er allemaal niks van, die wil het niet begrijpen. Maar ik kom juist kijken om te begrijpen. En we hebben echt een heel goed gesprek gehad. Ik ben ook echt heel erg verrast hoe het hier eruit ziet. Hoeveel oogst hier wordt weggehaald uiteindelijk. Maar ondanks dat Caroline nu heeft gezien dat er in een voedselbos wel degelijk voedsel kan worden geproduceerd, blijft ze kritisch. Het is geen vervanging voor onze huidige landbouw. Ernaast, maar niet ter vervanging van. En ook daarin weten de twee elkaar te vinden. Zelf eet ik wel eens patat friet. Dat komt van aardappels. Die groeien niet in een voedselbos. Dus reden genoeg om nog ergens aardappels te verbouwen naast een voedselbos. En zo zijn er verschillende vormen van landbouw mogelijk naast elkaar en zijn niet per se elkaars vijand. Je hebt fans en je hebt superfans. En dan is niets te gek. Waarom? Nou, als je fan bent, dan doe je rare dingen. En dit is een van die dingen. Demissionair minister Ingrid van Engelshoven heeft vanmiddag in Winterswijk het nieuwe Grenslandcollege geopend. De school gaat grensoverschrijdend onderwijs aanbieden aan zowel Nederlandse als Duitse studenten op een niveau dat tussen het mbo en het hbo ligt. Het gaat om opleidingen waarvan werkgevers in de grensregio hebben aangegeven dat er grote behoefte bestaat aan goed opgeleide werknemers met een hbo-diploma. Vanaf vandaag zijn in het oude raadshuis van Winterswijk de deeltijdopleidingen management en gebouwgebonden installatietechniek gestart. De komende tijd wordt het aanbod aan opleidingen op het Grensland College uitgebreid. In Nijmegen is het Rode Kruis begonnen met het inzamelen en sorteren van kleding voor de Afghanen op Heumersoord. Er is inmiddels al zoveel ingezameld dat er een tijdelijke stop is ingezet. We willen eerst even onze grote voorraden wegwerken. En op het moment dat dat allemaal het einde in zicht is, dan doen we weer een nieuwe oproep. De kleding komt binnen in deze loods in Nijmegen en wordt gesorteerd door vrijwilligers. Ja, ik vind het leuk om te doen. Ik had een paar dagen over en toen kreeg ik hier een oproepje voor. Toen dacht ik, nou dat is perfect, dan doe ik iets nuttigs. Dan voel ik mezelf beter en kan ik iets voor anderen doen. Ja, ik bedoel, die mensen komen hier aan, die hebben al zoveel achtergelaten. En dan is het zo mooi dat je met elkaar hier van betekenis kunt zijn. En dat is denk ik toch waar je het geluk uiteindelijk ook uit haalt. Hoewel er dus voorlopig meer dan voldoende kleding is, is er nog grote behoefte aan buitenspeelgoed, kinderwagens en buggies. De NS gaat een proef doen met elke 10 minuten een intercitytrein van Nijmegen naar Schiphol. Het is een proef die 14 weken op woensdagen wordt gehouden. De intercities naar Schiphol doen ook de stations Arnhem Centraal en Ede-Wageningen aan. De uitbreiding van 4 naar 6 treinen per uur betekent dat veel reizigers minder lang hoeven te wachten en dat zij vaker een zitplaats hebben. Om de 10 minuten treinen mogelijk te maken, verdubbelde ProRail op sommige plekken sporen. Ook zijn inhaalsporen aangebracht en extra perrons aangelegd. Een eerdere proef op het traject Amsterdam-Eindhoven was een succes. Het is de eerste persoon uit Nunspeet met een X in het paspoort. Jet Waterman is 20 jaar en non-binair. Dat betekent dat Jet zich geen man voelt, maar ook geen vrouw. En dat is best lastig. Jet moet dat regelmatig uitleggen en krijgt vaak brieven waarin automatisch het geslacht is gekozen waarmee Jet is geregistreerd. Om het allemaal iets makkelijker te maken en om zich iets meer geaccepteerd te voelen, heeft Jet daarom een X aangevraagd in het paspoort. Het is een bijzondere dag voor Jet, want een X in je paspoort krijg je niet zomaar. Eerst moest Jet een verklaring hebben van een psycholoog. Je advocaat stuurt dan een verzoek op naar de rechtbank en dat gaat dan naar de gemeente. En dan duurt dat heel lang en uiteindelijk passen ze het aan.
Vandaag mag Jet het oude paspoort inruilen voor een nieuwe. De oude naam wordt gewist en belangrijker nog, de M in het paspoort wordt vervangen door een X. En daarmee is Jet de eerste in Nunspeet met die letter in het paspoort. Iedereen komt gewoon bij officiële instanties, denk ik, ziekenhuis of bij de huisarts of bij de gemeente. Als je dan al als M of V in het systeem staat, word je verkeerd aangesproken als je een X wilt of je anders identificeert. Dus het is voor een groot gedeelte is het praktisch. Maar het is natuurlijk ook gewoon fijn om je eigen naam en geslacht in je ID te hebben. Dat is gewoon een fijn gevoel. Maar met een X in het paspoort kan Jet nog steeds niet echt helemaal zichzelf zijn. Want niet iedereen kan of wil dat accepteren. Nou ja, ik liep wel altijd over straat in kleding die ik leuk vind, zoals rokjes. Maar ik heb hier en daar wel gewoon ervaringen gehad waardoor het gewoon niet fijn meer is. Om in ieder geval alleen over straat te gaan in mijn gewenste kleding. Mensen vinden dat nog steeds vies of raar of vervelend. Met een officieel document hoop Jet dat de acceptatie van non-binaire en transgenders weer een stapje dichterbij komt. Voor Jet is het in ieder geval een mijlpaal. Ik heb hem. Kijk, tadaa. Een opluchting. Het duurt heel lang. Dus ik ben blij dat ik hem eindelijk heb. Ja. Sommige mensen vinden het met de auto al ver, 700 kilometer. En Arjan Monbarg uit Vorden die wil dat doen op skielers. Hij probeert vrijdag zijn eigen wereldrecord aan te vallen om zo geld op te halen voor het goede doel. Ga eens naar de finish. 24 uur lang, dus ook 's nachts in deze houding. Arjan Monbarg uit Vorden wil vrijdag 700 kilometer gaan skieleren. Is best ver. Ik denk dat het kan. Ik krijg van verschillende kanten te horen dat het niet kan. Want het zijn 3,5 stedentochten in een dag. En 3 jaar geleden deed ik 617 kilometer. Dat was ook nog nooit gebeurd. Maar ik denk dat het verder kan. Dus, en dat ga ik hopelijk bewijzen. De oud-marathonschaatser en skileraar wil dus zijn eigen officieuze wereldrecord gaan verpulveren. Hij laat zich voor zijn actie sponsoren. Ja, het is voor Kika. Nou, dat kent iedereen wel. Kanker heeft iedereen in zijn leven wel een keer mee te maken van dichtbij. En, of iets verder weg. Is altijd verschrikkelijk. Voor kinderen vind ik het nog veel erger. Daarom wil Arjan zoveel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek. Hoewel sommigen hem dus voor gek verklaren met zijn recordpoging, heeft de Vordenaar er zin in. Ik denk dat ik er helemaal klaar voor ben. De weer is goed. Motivatie is supergoed. En de beentjes voelen heel goed. Ja, ik kijk heel erg naar uit. Je bent er al zo lang mee bezig. En nu moet ik mijn grote mond een keer waar gaan maken, denk ik. Vrijdag om 3 uur begint Arjan in Biddinghuizen aan zijn recordpoging. In Druten kan Arjan van Ooyen deze week maar aan één ding denken. De Formule 1 op Zandvoort. Of eigenlijk kan hij maar aan één coureur denken. Max Verstappen. En om duidelijk te maken dat hij superfan is, heeft hij de gevel van zijn huis ook meteen maar aangepast. Het huis van Arjan van Ooyen is niet te missen. Dit megagrote spandoek siert zijn gevel. Het valt echt wel op en hangt er al bijna een maand. Op dit idee ben ik gekomen door de coronacrisis vorig jaar. Toen mocht natuurlijk geen publiek op de tribune zitten. En daar lag overal spandoeken op de tribunes. Dus dat idee heb ik overgenomen voor mijn thuis. Hoe groot is het? 2 bij 3,5 meter. En het is je spaargeld. Dat inderdaad ook, ja, spaargeld. Maar het is voor het goede doel, voor Max. En voor het goede doel kom je Max in huis ook opvallend vaak tegen. Dit is inderdaad zijn echte lengte, 1,80, 1,82. Ja. Maar dat betekent dat hij eigenlijk altijd in je woonkamer is? Meestal wel, inderdaad. Vooral tijdens raceweekenden. En Arjan verlegt zijn grenzen. Zo is hij niet echt een ervaren puzzelaar. Het is de eerste en waarschijnlijk ook de laatste puzzel die ik koop. Maar wel een speciale puzzel, hè? Een echte Max Verstappen puzzel, inderdaad. Zaterdag is Arjan in Zandvoort. Hij heeft een kaartje voor de kwalificatie kunnen bemachtigen. Helaas niet voor racezondag. Maar Arjan gaat er nu al een beetje vanuit dat Max wint. Dit was rookfakkel. Als Max zondag gaat winnen, dan gaan we die natuurlijk aansteken. Als? En Max gaat gewoon winnen. Nou, die is zeker van zijn zaak. Dan nog het weer. Jetty de Boer en alle andere vroege vogels die hadden met zon en nevel een mooi begin van de dag. Vanavond zijn er opklaringen en lokaal kan in de nacht wat mist ontstaan. De temperatuur die daalt naar 7 tot 11 graden en er staat weinig wind.
Morgen lost de mist op en zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en in de middag is het aangenaam met zo'n 23 graden. Het weer de komende dagen belooft veel goeds. Zaterdag is het tijdelijk meer bewolking, maar het blijft droog. En in de middag breekt de zon weer goed door. Het wordt dan 21 of 22 graden. En vanaf zondag volgen een paar droge zomerse dagen met de maxima rond 24 graden. En een flinke zonnige periode. En het waait amper. Tot zover deze uitzending. Op onze website gld.nl vindt u nog het verhaal over een rog in het dolfinarium die voor een verrassing zorgde. Een mooie avond verder.